steeds proberen. Ze is op een recept gekomen en ze zeiden, wauw, dit is goed. Dit gaan we curaçao liqueur noemen. We zetten de lara gescheiden, gedroogde lara gescheiden in juttenzakken. We maken de zakken vast met de pan en we hangen de zakken in de keten. We vullen de keten met alcohol, 96% puur alcohol. En we gaan koken voor 3 dagen. We gaan distilleren. Na 3 dagen is onze drum vol, onze vat vol, met de distillaat, wat eigenlijk onze smaakstof is. En nu kunnen we liqueur maken.